Nou, welkom allemaal. Ontzettend leuk dat jullie hier echt met zoveel mensen gewoon aanwezig zijn met dit prachtige weer. Dus ik hoop dat het voor jullie de moeite waard is. Ik denk het wel. Deze lezing heb ik eerder gegeven samen met Ginny. En ja, ik weet in ieder geval dat die de moeite waard is. Dus ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben huisarts in Amersfoort. En sinds een bijna een jaar of 10 echt een enorme passie voor voeding en leefstijl. Ja, en vanavond is mijn gast Ginny Chamorro, gynaecoloog. En ook helemaal thuis in de leefstijl. Nou, volgens mij, als ik een beetje weet wat je bedoelt, dan ga je ons ontmoeten en ga je zo meteen ook vertellen. Dus ja, ik ben ontzettend blij dat je er bent, Ginny. En wat mij betreft is de vloer. Nee, dat wilde ik bijna zeggen. Ik werd even onrustig gezet. Zelfs de twee kiezen zitten hier op het deurstuk. Lieverd, ik zit in een lezing. Wil je even weggaan? Zo, die komen hier met hun elektrische tandenborstels even gewoon binnenvallen. Ja, zo is hoe dat dan gaat, hè? Dus dat is eventjes wat het is. Nou, dan kunnen jullie even de elektrische tandenborstel even uitzetten. Dan kan ik gewoon even hier de lezing geven. Dankjewel. Nou, dan gaan we even over naar de huishoudelijke mededelingen. Even kijken. Je bent wel heel flexibel te waren, dat zie je. Het is. Ik denk dat het echt nog bijna nooit is gelukt dat er niet één van deze twee heerlijke, goddelijke kinderen gewoon binnenkwamen banjeren. Je denkt elk jaar, nou nee, nu is alles onder controle. Mijn man is thuis, die gaat het bedritueel doen, alles is besproken, ze weten dat ik op deze kamer zit. Maar dan nog, dus ik hoorde ze al tegen het raam, tik, 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 tik. Ik dacht, ik ga gewoon een stuk door. Maar goed, toen kwamen ze binnen banjeren en toen was het, nou ja. Toen was het zoals het was. Ik denk wel herkenbaar voor de mensen die thuis werken en kinderen hebben. Nou, goed. Laten we gaan starten eventjes met mijn deel. Even de huishoudelijke mededelingen. En nou ja, wat ik al zei voor de mensen die mij nog niet kenden. Even kort een voorstel. Nou, ik ben dus Tamara de Weijer, huisarts sinds nu ruim 6 jaar. En met een enorme passie voor voeding en leefstijl. En inmiddels al een aantal leefstijlboeken ook op mijn naam staan. Hè. Dus eentje met heel veel recepten, die eet beter in 28 dagen. Eén speciaal voor mensen met maag-darmziekte. En één over ja, leefstijl, echt in de breedste zin van het woord. Dus ook beweging, ontspanning, slaap, zingeving, verbinding en uiteraard recepten. Nou, ook een handboek leefstijlgeneeskunde heb ik gemaakt. En dat is met name voor professionals. En ik ben oprichter en voormalig voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. En die vereniging is het leven geroepen om echt zorgverleners te helpen met voeding en leefstijl in te zetten in hun praktijk. Nou, en daarnaast het Dr. Tamara Online Leefstijlprogramma. Heb ik met een collega opgezet, maar daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Nou, dan de huishoudelijke mededelingen. Het kan zijn dat soms je verbinding wegzakt. Dan is het belangrijk dat je op de knop opnieuw verbindt. Die zit als het goed is in het midden bovenin, zo'n rode knop. Druk daarop en dan verbindt hij hem gewoon opnieuw. Als het dan nog niet lukt, zet het even in de chat. Nou, vragen kunnen, ook als Jenny zo meteen haar deelt, het gewoon in de chat zetten. Jullie krijgen na afloop, dat wordt later deze week, krijgen jullie de opnames toegestuurd. Net zoals de lezing in PDF. Ja, en dan het online leefstijlprogramma. We willen voor iedereen die zich heeft ingeschreven vanavond als dank de 100% geld teruggarantie geven voor het Dr. Tamara online leefstijlprogramma. Maar wat is dat dan? Nou, je krijgt 10 weken lang krijg je 10 modules over voeding, beweging, ontspanning, slaap, zingeving, verbinding, gedragsverandering. Ja, hè, want je kunt allemaal weten wat je moet doen, maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe werkt ons brein? We hebben weekmenu's hebben gemaakt, we hebben een online community. Elke maand hebben we een online spreekuur. Nou, normaal gesproken is het programma €99 en krijg je het vaak terug als je aanvullend verzekerd bent. Maar voor vanavond willen we daar eigenlijk gewoon niet naar kijken. Dus nou, hoe gaat dat nou in zijn werk? Je krijgt een link toegestuurd. Die kun je gewoon, je kunt je aanmelden voor het programma. Dien je in bij de verzekering. Vergoed je verzekering het niet, vergoeden wij het. Dus sowieso 100% geld teruggarantie.
Ja, en heb ik mijn verkeerde geüpload. Dat zal je altijd zien. We hebben een nieuwe leven. Want dit ben jij, Ginny. We hebben een nieuw webinar staat alweer klaar. En dat is op woensdag 7 juli. En dat is met coach Angelique van Hest. En dat gaat over van klacht naar kans. En ja, op het moment, we hebben heel vaak, en dat zullen de meeste, ik denk dat de meeste vrouwen, zeg maar, zullen aan het kijken zijn vanavond. We hebben allemaal dat stemmetje in ons hoofd, dat ons continu commentaar geeft over wat doe je niet goed en wat zal hij of zij wel niet van je denken. En we zijn vaak veel strenger voor onszelf dan voor die ander. En dat bepaalt wel vaak hoe gelukkig je ook in het leven staat. Hoe vaak je naar dat stemmetje luistert en hoe goed je dat onder controle hebt. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Gewoon niet luisteren naar dat stemmetje. Maar waar komt dat stemmetje nou vandaan? En eigenlijk nog veel belangrijker is, hoe kom je daar nou van af? Nou, zet ik zo meteen ook even in de chat. Dat is de aanmeldlink. Maar die krijgen jullie ook nog toegestuurd. Ergens, dat zal de loop van deze week, zijn we met de opname. Nou, tot zover mijn stukje. Maar het stukje, ja, jouw stukje, Ginny, is natuurlijk nog veel leuker en belangrijker. We hebben elkaar voor het eerst echt live bewust gezien. Hè? We hebben ooit elkaar wel eens een keer kort ontmoet, jaren geleden. Maar de grap is, ja, het voelt voor mij alsof ik jou echt al jaren ook gewoon intensief ken. Alsof we al vriendinnen zijn geworden de afgelopen jaren. Die ook nog toevallig dezelfde passie delen. Maar we zagen elkaar pas een aantal weken geleden voor het eerst echt live. Nou, echt, ja, alle verwachtingen die ik al had, die waren natuurlijk gewoon helemaal uitgekomen. Dus ik vind het te gek dat je hier gewoon weer bent, Ginny. En de vloer is van jou. Heel veel plezier. Dus voor de mensen die kijken, stel je vragen gerust in de chat. Straks gaan we daar uitgebreid de tijd voor hebben. Nou, leuk. Wat een introductie, Tamara. Hartstikke leuk. Volgens mij hoef ik niks te doen wat slides betreft, of wel? Alleen maar doorklikken. Dus ik zal hem nu voor je klaarzetten. Oh, ja. Alleen maar met een pijltje doorklikken. Ja, oké. Want inderdaad, ik begin met die heerlijke foto bij Tamara thuis. Het was erg gezellig. Dit is bij haar in de tuin. Inderdaad, voor het eerst langdurig ontmoet. Hè. Dat was hartstikke leuk. En wat ik zo grappig vind hieraan, is dat, ja, dit is een bloeiende tuin. En dat was ook heel leuk om dat te zien. En Tamara heeft een passie voor moestuinplantjes. En de grap is, als jij opzoekt voor overgang, wat is nou een kalmerende thee, dan komt daar kamillethee uit. En nu zie je dus, dit is een plaatje waar Tamara, ja, je kan bijna niet zien, dat hele kleine plantje wat ze in de handen heeft, dat is kamille, waar ze heel trots op was. Dus ik dacht, ja, deze slide moet in ieder geval als eerste gaan, waar Tamara het kamilleplantje laat zien. Maar goed, inderdaad, vanavond ga ik het hebben over de overgang. Ik zal eerst even beginnen met mezelf voor te stellen. Ik zal zelf de volgende dia, ja. Ik zei dat dit plaatje, als het te vies was, eruit mocht, maar hij is erin gebleven. Dus ik denk dat jullie het aankunnen met z'n allen. Dit plaatje wilde ik laten zien omdat ik echt een passie voor vrouwen heb. Het vrouwenlichaam, het vrouwenbrein, nou ja, alles rondom de vrouw vind ik heel interessant. En dit plaatje, hier zie je mij van achter. Dit was in het begin van mijn opleiding tot gynaecoloog. En ja, hier zie je eigenlijk dat ik bij, samen met gynaecoloog, een goedaardige zwel uit de buik van een vrouw haal. En dit wilde ik laten zien omdat dat natuurlijk een enorm bevredigend gevoel geeft. Dat je iemand die zoveel klachten heeft, hè, die komt op de poli met dikke buik, ze kon niet meer eten, de ontlasting ging niet goed, ze had veel pijnklachten elke dag, ze kon zelfs niet meer slapen. Ja, dat je dat dan eigenlijk met één operatie op kan lossen, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat geeft een heel erg bevredigend gevoel. En zo is het met meerdere operaties zo. Op dit moment werk ik in Atjebadem. Dat is een internationale kliniek in Amsterdam. En hier doe ik veel operaties. Dus dit is waar ik in ieder geval wat dat betreft lekker mijn gang kan gaan. En dat is heel fijn. Een hele mooie kliniek met alle nieuwste dingen. Mooi internationaal ontwikkeling. En we groeien echt heel snel. Maar goed, wat ik daar ook zag en wat ik in andere ziekenhuizen ook zag, is dat je met een operatie kan je natuurlijk klachten oplossen, maar daar kan je lang niet alle klachten van een vrouw mee oplossen.
En ja, ik bleef nog steeds veel vrouwen in de poli zien die toch kampten met klachten, buikpijnklachten, wat ze niet begrepen waar het vandaan kwam, maar echt wel in de buurt van de baarmoeder, maar ook allerlei overgangsklachten, hormonale klachten, menstruatiestoornissen. En toen ben ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in de hormonen en in ja, waar komen klachten vandaan. En ik ben toen een opleiding gaan doen, nu ondertussen een driejarige opleiding, ortomoleculaire opleiding. En die liet mij echt zien wat een enorme invloed je leefstijl eigenlijk heeft. Hè, op het ontstaan van je klachten, maar ook op het genezen van klachten. En dan heb ik het, nou ja, wat Tamara ook altijd noemt, dan heb ik het over voeding, beweging, ontspanning. Nou goed, eigenlijk het hele kompas wat zij ook vaak noemt. Ik ben daar toen wat mee gaan doen. Dus ik naast mijn werk in Amsterdam ben ik toen een eigen praktijk gestart. En ook gestart met veel lezingen in het land geven om zoveel mogelijk te vertellen aan de vrouwen wat ze nou kunnen doen met al die vervelende klachten. Hoe ze dat nou naar eigen hand kunnen zetten, hè? Kapitein op het eigen schip. En dat is echt, dat geeft heel veel voldoening. Dat is heel leuk. En je ziet dat vrouwen... vooral de vrouwen die naar die lezingen komen, zijn natuurlijk nieuwsgierig wat ik te vertellen heb. En dat zijn ook de vrouwen die dat heel snel toepassen in hun leven. En dan ook heel snel effect zien van die adviezen die ik geef. Dus dat geeft mij veel voldoening. Linksboven is het plaatje bij Food First. Dat is waar Tamara ook bij zit. Maar goed, in ieder geval dit. Dus dit is Dr. Gin, wat ik daarnaast heb opgezet. Ik wil het vanavond met jullie over hebben. Ik kan heel veel vertellen, maar ik wil me vooral focussen op de overgang. En waarom op de overgang? Omdat daar dan hormonaal gezien heel veel gebeurt met een vrouw. Dus ik wil beginnen met in ieder geval een tweetal hormonen te bespreken die door de eierstokken worden gemaakt. Wat die hormonen nou doen. Daarna wil ik bespreken... Ja, wat voor klachten je ervan kan krijgen en wat nou de invloed van leefstijl is. Dus hoe je die klachten dan kan verminderen of zelfs helemaal weg kan krijgen. En op het laatst wil ik ook kort nog iets zeggen over hormoontherapie. Ik heb deze twee plaatjes erbij gedaan omdat ik het echt heel fijn vind dat er zoveel aandacht is aan de overgang eigenlijk. Isa Medina zijn natuurlijk een mooi voorbeeld van, maar ook allerlei magazines die het hebben over de tweede ronde. Ik denk dat het heel goed is, ja, als je nagaat dat 150 jaar geleden de gemiddelde leeftijd van een vrouw 47, 48 jaar was en dat we nu al richting de 83 zitten... Ja, dan kan je wel voorstellen dat vroeger die overgangsklachten, dat was helemaal niet, dat speelde helemaal niet. En nu, rond je 50ste, willen vrouwen nog heel veel. En merken dat er toch van alles gebeurt in hun lijf, waardoor ze dat niet meer goed kunnen. En dan heb ik het natuurlijk over werken, over leuk met vriendinnen dingen doen, soms ook voor kinderen zorgen. Dus dat is in ieder geval het stuk wat ik mee wil nemen vanavond. Ik wil beginnen met het op- en top vrouwelijke hormoon wat gemaakt wordt door de eierstokken. En dit is Natasha. Natasha is de meest sexy vrouw van de wereld, wordt ze genoemd. En ik wilde haar laten zien omdat zij echt laat zien wat oestrogeen nou eigenlijk is. Hè? Oestrogeen wordt aangemaakt door je eierstokken. En oestrogeen... zorgt ervoor dat je wulps bent, dat je gewild bent bij de mannen, dat je mooie vrouwelijke vormen hebt, dat je borsten inderdaad, heupen, maar ook dat je haar glanst, dat je huid mooi is, dat het vocht vasthoudt, maar nog veel meer dingen. Het zorgt ook voor... bescherming voor hart- en vaatziektes, wat natuurlijk een hele belangrijke is. Het zorgt er ook voor dat je botten sterk blijven, osteoporose, hè, dus het botverval wordt tegengegaan door oestrogeen. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal fantastische functies. En je kan je voorstellen dat, ja, het is natuurlijk een heel gek idee dat rond ons 50ste dat oestrogeen ineens van ons afgenomen wordt, want die eierstokken die stoppen er gewoon mee.
Ja, oestrogenen wordt ook wel gezegd, keeps you juicy from vagina till joints. Dat zijn Amerikaanse gynaecoloog, maar het is inderdaad zo dat dat ook veel vocht vasthoudt. Hè? Dus wat ik al zei, bij je huid merk je dat, maar ook in gewrichten merk je dat het vocht goed vasthouden wordt. Dus dat is het oestrogeen. Ik ga straks nog verder over wat voor klachten je daarna bij kan krijgen als dat wegvalt. Wat ik vergeet te zeggen, oestrogeen is natuurlijk ook heel belangrijk voor het zwanger worden. Oestrogeen zorgt ervoor dat het slijmvlies in de baarmoeder, het endometrium, dat dat lekker dik wordt. Dus dat er een soort bedje ontstaat waar dan het bevruchte eitje zich kan innestelen. Dus dat is ook nog een hele belangrijke functie ervan. Ook nog de hersenen. Functie van de hersenen. Oestrogeen zorgt ervoor dat de bloedvoorziening goed is, dat er glucose bij de hersenen komt. Dus dat je, nou ja, goed, dat multitasken, dat staat eigenlijk niet, hè, maar goed, in ieder geval, het geeft aan dat je als vrouw soms heel veel dingen tegelijkertijd kan doen. Daar zorgt ook dat oestrogeen voor. Kan je wel voorstellen als dat wegvalt, wat er allemaal zou kunnen gebeuren? Tweede hormoon, wat ik belangrijk vind om te bespreken, wat ook door de eierstokken gemaakt wordt, is het progesteron. En het progesteron wordt ook wel het zenhormoon genoemd. Je eierstokken maken dat, maar ook bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap wordt dat door de placenta aangemaakt. En progesteron zorgt ervoor, dat geeft eigenlijk een stabiliserende, kalmerende werking. Het zorgt bij je zenuwen voor een soort myelineschede. Zodat prikkels die binnenkomen, dat die gedempt worden. En je kan je voorstellen dat dat natuurlijk heel prettig is. Het zorgt ook voor slaap, dat je goed kan slapen, geeft rust. En wat misschien ook wel veel vrouwen herkennen, is aan het eind van de zwangerschap, halverwege aan het eind, wordt het progesteron heel erg hoog. Hè? Dat wordt aangemaakt door de placenta. En je ziet dan ook sommige zwangere vrouwen die. Ja, alsof ze in een gelukzalige wolk zitten rompertjes uit te zoeken. Maar daar wil ik mee zeggen dat elk hormoon heeft natuurlijk niet alleen maar positieve invloeden, maar ook negatief. En bij progesteron is dat bijvoorbeeld het stukje het terugtrekken in je schulp, hè, het in huis opsluiten, Netflixen, snacken, dat kan daar ook allemaal bij horen. Bij die PMS-klachten bijvoorbeeld, premenstrueel syndroom, daar is ook het progesteron hoog. Waarom ik dit zo zeg is, ik probeer het zo makkelijk mogelijk te maken door allerlei eigenschappen van een hormoon te vertellen. Maar je moet altijd in gedachten houden, een hormoon heeft positieve en negatieve kanten, maar ook het gaat vooral om de balans met elkaar. En dat progesteron en oestrogeen, die doen een soort dans met elkaar, waardoor zo'n menstruele cyclus kan ontstaan. En dat is natuurlijk heel mooi op elkaar afgestemd. En als dat goed gaat, ja, dan dat is natuurlijk fantastisch. Dit plaatje laat ik altijd zien aan vrouwen, want daar laat ik eigenlijk zien wat gebeurt er nou met die hormonen rondom de menopauze, rondom de overgang. En menopauze noem ik ook wel vaker de tweede puberteit. Want je ziet in de puberteit dat vrouwen van onvruchtbaar vruchtbaar worden. Dus de eierstokken beginnen te werken. En daar moeten veel pubermeisjes moeten daar weer een evenwicht gaan vinden. En de menopauze zorgt is eigenlijk dat de eierstokken gaan stoppen met werken. Dus die zijn eerst actief, je bent vruchtbaar en dan ineens word je onvruchtbaar. Ook daar moet weer een nieuw evenwicht gevonden worden. En dat gaat niet bij iedereen even gemakkelijk. Als je nagaat dat wel 80% van de vrouwen rondom de overgang klachten ervaart, is dat natuurlijk een heel hoog percentage. Dit plaatje wilde ik laten zien, omdat je daar al aan ziet, ja, je kan je ook wel voorstellen, het is natuurlijk niet zo, de gemiddelde leeftijd van de menopauze, menopauze is echt de laatste menstruatie, is 51 jaar. Maar je kan je wel voorstellen, het is natuurlijk niet op je 51ste dat die eierstokken van het een op het andere moment stoppen. Het is natuurlijk een proces. Dus de jaren daarvoor zie je al dat die eierstokken steeds minder gaan werken. En dat begint al, nou ja, vanaf 35 ongeveer. En dit plaatje laat ik zien omdat je
daarbij ziet dat als eerste dat progesteron naar beneden gaat. En daarna pas het oestrogeen. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Als jouw oestrogeen naar beneden gaat, krijg je wel de bekende opvliegers. En stop je met menstrueren. En dat is eigenlijk het stukje wat iedereen wel herkent, van dat bij de overgang hoort. De periode ervoor dat het progesteron naar beneden gaat, dat is de periode waarbij bijvoorbeeld de menstruatie onregelmatig wordt. Of waarbij iemand, een vrouw, ineens heel veel bloedverlies heeft bij menstruatie, met heel veel stolsels. Vorige keer zei een vrouw, ja, alsof de kraan openstaat. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar ook een periode, ja, ik zei het al, progesteron-zenhormoon. Een periode waarbij vrouwen merken, ik kan heel veel prikkels eigenlijk niet meer aan, wat ik vroeger wel kon. En ik word vaker boos om niks. Of slaapproblemen. Ja, dus die periode voor die 50, 51 jaar, daar zie je dat progesteron al dalen. En daar beginnen dus al allerlei klachten te ontstaan. Wat vrouwen soms heel goed voelen van, god, er is hormonaal wat met me aan de hand. Maar wat niet altijd door hulpverleners herkend wordt, omdat de vrouw gewoon nog menstrueert in die periode. Daar komt ook nog bij dat, hier zie je eigenlijk dat hart- en vaatziektes bij de man heel hoog zijn, hè, en dat wij ze daarna in gaan halen. Want wat ik al zei, dat oestrogeen, dat werkt beschermend voor hart- en vaatziektes. Dat valt dan ineens weg na je 50ste jaar. En dan zie je dat wij ineens die mannen in gaan halen. En dat hart- en vaatziekte echt, ja, doodsoorzaak nummer 1 wordt. Zelfs meer dan alle kankers bij elkaar. Dus dat, ja, het is natuurlijk niet leuk dat ik dit zo vertel, maar ik denk wel van extra belang, het is wel goed om te weten, want ja, van extra belang om je leefstijl, om je hart zo goed mogelijk uit te dagen, om te zorgen dat je zo goed mogelijk conditie bent, dat je daar zo min mogelijk last van hebt. En voor de hulpverleners, ja, natuurlijk belangrijk dat we de klachten ook herkennen bij vrouwen. Dus dat we niet denken, ach, het ligt aan de overgang. Maar hou altijd in je achterhoofd van, ja, hart- en vaatziektes staat heel hoog. Dus ja, laat altijd, als je twijfelt, de cardioloog meekijken. Of nog voor de zekerheid een hartfilmpje maken. Dus weet in je achterhoofd dat hart- en vaatziektes, die beschermende werking, die valt weg. Ik heb hier nog even een plaatje waarbij ik toch alle klachten een beetje op wil sommen. En dat is niet om, om jullie allemaal de put in te praten. Maar dat is meer om te vertellen van, joh, wat kan er nou allemaal bij komen kijken bij de overgang. En ja, dat je in ieder geval kan herkennen van, zie je wel, dit is inderdaad, heeft dit met die hormonale shift te maken. Wat ik al zei, hè, bovenaan hartklachten, dat kan een drukkend gevoel op de borst zijn, dat kunnen hartkloppingen zijn, allerlei zoeksoort klachten kan duidelijk bij de overgang horen. De opvliegers en nachtzweten, ja, dat herkennen de meeste vrouwen wel, dat is als dat oestrogeen wegvalt. Spieren en gewrichten, ja, wat ik al zei, hè, dat oestrogeen zorgt echt voor vocht vasthouden. Dus ik heb veel vrouwen die zeggen van, nou, het lijkt 's ochtends wel een oud wijf als ik mijn bed uitkom. Ik ben helemaal stram en ik voel ook aan de gewrichten dat het allemaal niet soepel is. Slaapklachten worden ook veel aangegeven en ook veel al in die periode voordat je stopt met menstrueren. Dus dat progesteron naar beneden gaat. En dan heb ik het over bijvoorbeeld wel in kunnen slapen, maar om 2 uur wakker worden. En dan van 2 tot 5 naar het plafond kijken en niet kunnen slapen. Of ook veel vrouwen die ineens heel vroeg wakker worden, die 5 uur, 4:30, 5 uur wakker worden. En dan net voordat de wekker gaat bijvoorbeeld weer in slaap vallen. Ja, met als gevolg dat ze natuurlijk moe aan hun dag beginnen met ook weer alle klachten van dien. Moe, ja, wat ik al zei, hè, dat is ook een bekende klacht bij de overgang. En dan het geheugen, in verband met onder andere dat oestrogeen, hè, wat dus, wat ik al zei, goed zorgt voor die bloedvoorziening, suikervoorziening. Je ziet dat vrouwen zich minder goed kunnen concentreren, dat ze vergeetachtig worden, niet op woorden kunnen komen. En bijvoorbeeld bij veel vrouwen die uitvallen op het werk rond hun 50ste, is zeker wel een derde, minimaal een derde, heeft dat te maken met de overgang. Daar is laatst nog een onderzoek naar gedaan. Dus dat is natuurlijk hartstikke veel. En je kan je voorstellen, als dat allemaal herkend wordt op de werkvloer, dat je daar misschien best wel wat dingen aan kan doen.
De seks is ook een bekend probleem wat ik veel zie. En geen zin meer in seks hebben. Maar ook droge vagina. Dat oestrogeen zorgt ervoor dat de vagina goed vochtig is. En dat is dan dus na de overgang niet meer zo. Waardoor het van extra belang is dat je zin hebt in seks. Ik heb veel vrouwen die zeggen voor de overgang van nou... Soms had ik geen zin in seks en dan ging ik maar gewoon beginnen. En dan kreeg ik vanzelf wel zin. Ja, dat werkt na de overgang, is dat veel moeilijker, omdat je vagina droog is. Dus daar ben je veel meer afhankelijk van jouw zin in seks. En als je nagaat dat bij een man de zin in seks soms al in een minuutje plaatsvindt... en dat bij de vrouw het gemiddeld een half uur is... ja, dan kan je wel voorstellen dat dat voor problemen kan zorgen. Die doorbloeding van de vagina, maar ook doorbloeding van de blaas en van de urinewegen kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld incontinentieklachten krijgt of dat je meer urineweginfecties hebt, branderig gevoel bij plassen. En dan de stemming waar ik het ook al even over had. Hè? Geïrriteerd zijn, meerdere prikkels niet aankunnen. Maar ook depressieklachten, geen zin hebben in dingen. Ja, best wel veel... Vrouwen die gewoon zichzelf niet meer terug herkennen en niet weten waar dat aan ligt. En dat kan soms zo'n eye-opener zijn als ik dan dingen vertel over hormonen en wat er allemaal gebeurt. Kunnen ze dingen soms zo goed herkennen en dat is al, ja, dat is al zo'n stap in een goede richting. Ja, dat je in ieder geval denkt van, oh zie je wel, dit heeft toch met die hormonale shift te maken. Ik ben helemaal niet depressief, maar het heeft te maken met, nou ja, met dat nieuwe evenwicht. Ja, ik genoeg voor alle klachten. Ik denk nu belangrijk, ik zit eventjes te kijken, want ik weet niet, wat nu belangrijk is in ieder geval om te kijken, wat kunnen we er nou aan doen? Hè? Welke leefstijl, wat voor leefstijlelementen kunnen we nou in ons leven fietsen, zodat we minder klachten hebben? En ja, ik heb een vrouwenkompas ontwikkeld, wat eigenlijk ja, veel meer gebruikt wordt in de leefstijlgeneeskunde. En daar zie je ook dezelfde componenten elke keer in terugkomen. Wat je ziet als je naar de wereld kijkt, naar overgangsklachten, dan zie je eigenlijk dat mensen die leven in de blue zones. Blue zones zijn delen op de wereld. Waar mensen gelukkiger, gezonder zijn, langer leven, bijna geen kanker is, veel minder dementieklachten. Daar wordt natuurlijk heel erg naar gekeken van, joh, wat doen mensen in die zones anders dan dat wij doen? En daar zie je dus ook minder overgangsklachten. En een van die blue zones, bijvoorbeeld in Japan, daar zie je ook duidelijk dat de vrouwen minder overgangsklachten hebben. En dat is natuurlijk hartstikke interessant. Van waarom hebben die vrouwen nou minder overgangsklachten? Wat doen zij anders? Nou, het valt een beetje weg, dat boekje waar ik... want ik zit er met mijn hoofd op. Maar het is natuurlijk wel grappig dat... Ja, waarom worden Japanse vrouwen niet oud en waarom worden ze niet dik? Ik denk, ja, er zijn meerdere aspecten in Japan en in de Blue Zones... waar we veel van kunnen leren. En dat zijn denk ik dingen wat jullie al vaker terug hebben gezien. Ik wil er een paar noemen, want ja, anders wordt het te lang. Als ik begin bijvoorbeeld met het stukje voeding, dan zie je in Japan bijvoorbeeld dat ze heel erg uitgebreid ontbijten. En ze ontbijten met zo'n miso-soep, ze ontbijten met ei, met vis, met soms ook kippenbouillon. Nou ja, goed, in ieder geval een rijkelijk ontbijt. Wat ze ook heel erg doen is veel groente eten. En als je nagaat dat groente, de vitamine en mineralen die er in groente zitten, die zijn eigenlijk essentieel, dus natuurlijk overal belangrijk voor, maar die zijn ook essentieel voor je hormoonhuishouding. Als je nagaat dat bijvoorbeeld oestrogeen wordt door je eierstokken gemaakt, moet daarna omgezet worden om vervoerd te worden in je lijf. Dat gebeurt in de lever, maar moet daarna ook afgebroken worden. De verschillende afbraakproducten van oestrogeen moeten weer uitgescheiden worden met je via de urine of via de ontlasting.
daar zijn allemaal vitamine en mineralen voor nodig. Bijvoorbeeld de bladgroentes. Nou ja, goed, allerlei verschillende soorten groentes. Die geven die vitamine en mineralen. Vitamine B. Nou ja, goed, een hele rits wat je daarvoor nodig hebt. Wat essentieel is voor je hormoonbalans. Dus nou ja, goed, in Japan zie je ook vaak uitgebreid veel groentes wat ze eten. Veel verschillende kleuren wat belangrijk is. Seizoengroentes. En wat je ook ziet is dat ze kleine beetjes eten. Hè? Dus ik heb ook een paar vrouwen die zijn begonnen met stokjes eten omdat ze gewicht wilden verliezen. En het werkt wel. Want als jij inderdaad met stokjes eet, eet jij vaak minder. Want je bent uitgebreid aan het kauwen en je krijgt veel sneller, wordt dat leptine aangemaakt. Hè, dat verzadigingshormoon wat ervoor zorgt dat jij op een gegeven moment genoeg hebt en niet verder gaat eten. Dus ja, dat stukje kunnen we denk ik wel echt van ze leren. Dus niet, ja, ik weet bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar ik werk, als we het heel druk hebben, dat dan sommige artsen even een boterham achter de computer. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Echt rustig de tijd voor nemen om te eten. En verder ja, veel uit de zee eten, dus vis, schaaldieren, zeewier, ja, jodium, er zitten ook allerlei vitamine en mineralen in wat essentieel is voor de hormoonbalans. Dus dat zie je daar ook wel terug. En wat ik ook wel leuk vind, is dat eten met de ogen. Hè. Dus ze maken zo'n bord heel mooi op. En ook dat heeft weer te maken met dat leptine aanmaken, met dat verzadigingsgevoel. En ze proppen zich niet helemaal vol. Dat is dat Hara Hachibu. Ik weet niet hoe je het uit moet spreken, maar dat is die 80% regel, zeg maar. 80%. Dat je dus niet helemaal totdat je helemaal vol zit gaat eten, maar dat je ja, tot 80% eet. En hoe kan je dat bij jezelf doen? Ja, geen pannen met eten op tafel zetten. Niet nog een keertje opscheppen. Gewoon even rustig alles laten zakken. Totdat je merkt van hé, dit is eigenlijk wel genoeg. Ik ga nu maar een paar aspecten doen. Want ja, als ik alles wil bespreken, is het te veel. Dus ik pik een paar stukjes eruit. Als je ook ziet wat ze bijvoorbeeld doen met betrekking tot relax, ontspanning, dan zie je dat ze wat ze daar doen is het eren van de voorouders. En dat doen ze met een kaarsje, een soort ceremonie, zitten allemaal bij elkaar en gaan de voorouders eren. Nou, dan zeg ik natuurlijk niet dat je dat moet gaan doen, maar het gaat er meer om dat je ja, kijk of er iets is waardoor jij uit de rust kan stappen. Hè? Dus bij de een is dat meditatie, bij de ander is dat met de hond wandelen. Ja, ieder heeft zo andere dingen daarvoor. Kijk echt wat bij jou past. Maar in ieder geval dat je ja, even uit de waan van de dag gehaald wordt. Dat je echt met iets anders bezig bent, dat je vergeet. Ja, dat je al je to-do-listen en al die dingen, dat je dat eventjes vergeet. Als je nagaat, ja, ik had laatst een podcast gehoord dat we wel meer dan 60.000 gedachten op een dag hebben. Nou, dat is natuurlijk enorm. En dat zijn gedachten van, oh ja, ik moet niet vergeten nog even de tuinman voor morgen te vragen of die dat wil doen. Of, oh ja, ik moet niet lunch moet ze morgen meenemen. Nou goed, zo kunnen we wel 100 dingen verzinnen. Hoorde ik toen ook dat wel 80% van die gedachten, dat zijn gedachten die elke keer weer terugkomen. Dus elke keer weer dezelfde soort gedachten. Nou, hartstikke vermoeiend natuurlijk, alleen als je daaraan denkt. En ik denk ook wat ontspanning betreft, ja, de mobiele telefoon speelt daar natuurlijk ook een grote rol bij. Van doe op tijd dat ding uit. Doe hem weg, 's avonds voor het slapen gaan. Ik heb veel vrouwen die dus aangeven van ja, dat slapen is echt veranderd tijdens die overgang. Daar neem ik dan zo'n avondritueel door. Hoe zo'n avond er nou aan toe gaat. Dat je natuurlijk niet 's avonds laat nog moet gaan eten. Maar dat je ook niet nog van alles op de mobiele telefoon moet gaan doen. Echt om dat melatonine aan te maken. En om, ja, om je rust te krijgen om te gaan slapen. Ja, dus dat wilde ik hierbij noemen. Ja, dan de verbondenheid. Dat is wel een hele mooie voor de vrouwelijke hormonen. Wat je ziet is dat vrouwen geprikkeld zijn, als vrouwen gestrest zijn, als vrouwen problemen hebben, dan zoeken ze elkaar op.
En wat gebeurt er nou als vrouwen elkaar opzoeken? Dan wordt de oxytocine aangemaakt. En oxytocine is ons knuffelhormoon. Oxytocine wordt ook aangemaakt als je bijvoorbeeld borstvoeding geeft. En het mooie van oxytocine is dat het stressverlagend is, cortisolverlagend. Ik heb me wel vaker als gynaecoloog afgevraagd waarom niet alle kraamvrouwen massaal eraan onderdoor gingen. Met 24 uur zorgen voor een kleintje en tepelkloven en slechte nachtrust. En nou ja, goed, noem het allemaal maar wat ze soms te verduren hebben. Ja, dat oxytocine maakt natuurlijk wel heel erg veel goed. En maak er dus gebruik van dat je dat kan aanmaken als vrouw. En hoe kan je dat nu nog aanmaken? Ja, je kan nu natuurlijk geen borstvoeding meer geven, maar je kan dat aanmaken door met vriendinnen af te spreken. Maar je kan het ook aanmaken door je bijvoorbeeld te laten masseren. Of je masseert jezelf. Huid-op-huid contact maakt ook oxytocine aan. Heel belangrijk voor de stress wat vrouwen sowieso al veel hebben. Maar met name ook rondom de overgang, om dat zo laag mogelijk te houden. Dus de verbondenheid. En het is ook wel leuk dat vrouwen dat een beetje voelen vanuit zichzelf. Hè? Van als zij stress hebben, dat ze dan elkaar vaak opzoeken. Een man die trekt zich soms terug of gaat sporten of gaat met de auto erop uit. En vrouwen die bellen vriendinnen en gaan erover praten. Dan natuurlijk met elke vrouw rondom de overgang heb ik het altijd over het stuk bewegen. Bewegen is heel belangrijk, wat ik al zei. Die ochtendstijfheid, dat weinige vocht wat daar in die gewrichten zit. Probeer die gewrichten echt soepel te houden. En ga bijvoorbeeld 's ochtends, ik heb al veel vrouwen die bijvoorbeeld 's ochtends een paar yoga oefeningen doen. Of 's avonds voor het slapen en die daar heel duidelijk effect van merken. Maar ook kracht. Je ziet dat kracht echt enorm achteruit gaat. Je hebt enorm spierverval na de overgang. Dus heel belangrijk om die spieren uit te blijven dagen en om ook krachttraining te doen. En dan zeg ik altijd van ja, dat betekent niet een abonnement op de sportschool en dat je daar met tegenzin heen gaat en na een maand er geen zin meer in hebt. Maar probeer echt iets te zoeken wat bij jou past. En ik ga altijd een zoektocht met de vrouwen aan van joh, wat kan je nou heel makkelijk in je leven fietsen? En dat wisselt dan heel erg. En vorige keer had ik een vrouw die ging altijd wandelen met de hond. En die gaat nu voortaan een stukje hardlopen. En die gaat ook een bal gooien. Nou ja, in ieder geval veel bewuster dat ze wat krachtspieren traint. Nou, ze zegt dat vind ik zo leuk. Dus dat fiets ik voor de rest van mijn leven erin. Maar ook daarom dat stukje dansen in de keuken. Ik heb ook meerdere vrouwen die dansen eigenlijk heel leuk vinden. En die nu geregeld de muziek hard aanzetten en helemaal losgaan. En behoorlijk wat van zichzelf vragen, maar daar veel lol in hebben. Dus ik bedoel meer te zeggen van kijk echt wat bij jou past. Wat jij leuk vindt en wat je zo in jouw leven kan fietsen. Maar goed, het stukje kracht blijft dus, daar blijf ik altijd de nadruk op leggen van doe dat ook. Want je krijgt echt spierverval na die overgang. Wilde ik dit plaatje er toch nog even in hebben. Want wat ik zie als ik met vrouwen aan de gang ga met betrekking tot leefstijladviezen, is dat veel vrouwen daar baat bij hebben. Maar dat er ook echt nog wel een gedeelte vrouwen overblijft die zegt van ja, ik blijf nog steeds elke nacht wakker worden van de opvliegers. Of ik heb nog veel te veel klachten wat mijn kwaliteit van leven behoorlijk beïnvloedt. En met die vrouwen neem ik dan toch hormoontherapie door. En met hormoontherapie bedoel ik dat je oestrogeen en progesteron wat je eigenlijk verliest, hè, dat je dat suppleert, dus dat je dat toedient. En ik doe dat dan vaak in de bio-identieke vorm. En de voorkeur voor mij is in ieder geval als je oestrogenen geeft om dat via de huid op te laten nemen. Want als je medicatie neemt moet het door de lever geklaard worden en bij de huid wordt het opgenomen. Dan heb je dus veel minder tot geen bijwerkingen. En dan heb je pleisters of je hebt gel of je hebt een spray. En het progesteron kan je dan bijvoorbeeld 's avonds voor het slapen gaan innemen. Dat zorgt ook toch voor een goede nachtrust. Dus ja, ik ga daar nu niet te diep op in, maar ik wil wel dat iedereen weet dat hormoontherapie
vinden wij gynaecologen, is veel te lang in een kwaad daglicht gezet. Dat wordt altijd, dat zie ik nog steeds in de spreekkamer, geassocieerd met borstkanker. En dat je dat niet kan gebruiken. Dat is al lang niet meer zo. We gebruiken hele lage doseringen en we weten er steeds meer van. En het gaat er puur om die periode van om dat evenwicht weer te herstellen, om dat wat makkelijker te maken. En bij sommige vrouwen scheelt dat echt heel erg in hun kwaliteit van leven. Als je ook nagaat, Nederland loopt daar toch een beetje, als je met overige landen vergelijkt, daar wordt wel tot 40% krijgen vrouwen hormoonsubstitutie. En hier in Nederland gebruikt maar 2-4% van de vrouwen hormoontherapie. Je ziet nu onze richtlijn van de gynaecoloog is recent aangepast en die van de huisartsen wordt ook aangepast. En daar zien we dus eigenlijk aan dat, dat we steeds liberaler zijn met hormonen voorschrijven, omdat we gewoon zien dat, dat vrouwen er zo ontzettend veel last van kunnen hebben en dat het heel veel baat kan, dat ze er veel baat bij kunnen hebben. Dit is nog mijn oude presentatie. Even kijken. Ja, ik had eigenlijk twee andere dia's, Tamara. Maar goed, dat geeft niet. Dit is wel een dia wat ik graag aan jullie wilde vertellen. Want dat is luister echt naar je lijf. Hè. Luister naar alle klachten die je lijf je aangeeft. Om te kijken wat je daar nou mee kan doen. Wat dat nou voor signaal is. En ook met overgangsklachten. Denk ik dat bepaalde signalen er om een reden zijn. En dat je daar echt naar moet luisteren. En daar wat mee moet doen. Want als je daar maar overheen stapt en niks mee doet. Dan kan het van kwaad tot erger worden. Ik heb nog een andere laatste diëtte. Maar ik hoop dat ik die nog erin kan zetten. Maar dat gaat erom dat ik iedereen een cadeautje wil geven, want ik heb een mini-cursus ontwikkeld, een 7-daagse mini-cursus, die gratis is. En daar kan iedereen aan deelnemen. En daar kan ik nog veel meer van alles uitleggen. Dus van alles over hormonen leg ik daar uit, maar ik leg daar ook van alles uit. Leefstijltips, adviezen, recepten, van alles deel ik met jullie. En dat is fijn als je zelf natuurlijk in de overgang zit, maar ook fijn als hulpverlener. Dus daar had ik eigenlijk, ik had eigenlijk twee andere dia's, maar dat geeft niet. Nou, dat is wat lastig, want hij is voor mij klaargezet. Dus ja. Ik doe op de hosting de technieken, dat doe ik niet. Ik ga zo meteen even, want we hebben heel veel vragen binnengekregen. Even mijn collega vragen hoe dit zit. En of we die inderdaad nog even tevoorschijn kunnen toveren. Ja. Maar laten we ondertussen even. Dus sowieso ook iedereen krijgt het gewoon toegestuurd. We zorgen dat dat in orde komt. Dus dat moet geen probleem zijn. Ik heb hier een heleboel vragen. Eerst ging het nog over mijn lieve dames. Die binnenkwamen banjeren. Even kijken. Daphne vraagt mijn aanvullende verzekering van mensen. Wil het voor jij niet vergoeden? Ik zou graag nog eens meedoen, maar ik heb nog dezelfde zorgverzekering. Geen enkel probleem, Daphne. Dat wordt gewoon vergoed. Het e-book van het vorige webinar van Ginny. Is dat welke je bedoelde ook, Ginny? Het e-book? Nee, die cursus is hartstikke leuk. Die is ook wel uitgebreid en die is ook gratis. Dat is 7 dagen lang. Dus ik denk dat de vrouwen daar wel veel aan hebben. Dus die wil ik ook aanbieden aan ze. Ja, dat komt helemaal in orde, lieve dames. Alles wordt jullie toegestuurd. Rita vraagt, heb je meer last van opvliegers wanneer het warm is? Nou ja, het is nu natuurlijk echt ongelooflijk warm. De afgelopen weken gaat het ook nog wel worden. Maar is dat nou, maakt dat nou uit voor die opvliegers? Ja, dat is een goede vraag. Wat er gebeurt is, als je oestrogeen afneemt, betekent het dat je, je hebt een soort zone, zeg maar, in je hersenen die warmte en kou detecteert. En die wordt smaller. Dus je hebt het sneller warm en sneller koud. Dus ik kan me voorstellen dat als het dan warm is, dat je dat misschien sneller detecteert. Maar het gaat vooral om die wisselingen eigenlijk. En om
ik bedoel, wisseling in het oestrogeen. Als dat oestrogeen op en neer schommelt, dan kan je ineens, ja, kan die zone veranderen en dan kan je sneller warm en koud voelen. Dus ik durf niet te zeggen met de warmte, daar heb je dan meer last van. Zo duidelijk durf ik dat niet te zeggen, nee. Nee, duidelijk. En Gerdien zegt dat vreselijke opvliegers, hormoonpluisters lossen dit duidelijk op. Maar ik kon niet lang gebruiken in verband met slecht slapen. Nu merk ik dat na bijna 60 dagen gezond en bijna suikervrij te eten, bijna van de opvliegers af ben. Kan dat door het verbeterende dieet gekomen zijn? Ja, dat is echt gaaf, hè? Zulke dingen, nee, dat is zo gaaf en dat hoor je zo vaak. Inderdaad, suiker, maar ook koffie, alcohol, specerijen, gekruid eten. En dat probeer ik ook altijd te doen als eerste die leefstijl aan te pakken. Ja. En daar zie je heel veel effecten van. Dus ik vind het leuk dat ze dit zegt. Want inderdaad, ja, ga daar eerst naar kijken. En die hormonen komen pas op het laatst als het allemaal niet werkt. Ja. Ik heb ondertussen even met mijn collega van de technische dienst eventjes contact gehad. En degene die het klaarzet geeft vanavond een yogales. Ook superbelangrijk. Maar die kunnen we dus even niet storen. En wij zorgen in ieder geval dus dat met de rest van de opnames. Zodat dat gewoon wordt toegestuurd. Jeanette vraagt nog. Vorig jaar juni was mijn laatste menstruatie. Maart, 6 februari heb ik af en toe. Ja, noem het maar. Kleine interne bloedingen. Ik merk het als mijn vagina veeg of dep na het plassen. Dus echt een klein beetje. Ja, is dat dan echt een menstruatie? Of zeg je dan toch, nou, misschien goed om het heel even na te laten kijken? Ja, precies wat je zegt, Tamara. Ja. Wat belangrijk is, is als jij al een laatste menstruatie hebt gehad. En daarna krijg je nog bloedverlies. En je weet niet wat het is. Maar het is wel belangrijk om te laten nakijken dat er niks met de baarmoedermond of met het slijmvlies van de baarmoeder aan de hand is. Het is heel makkelijk na te kijken met een speculum en met een echo. En dan weet je gewoon precies waar je aan toe bent. Dus, even melden bij de huisarts. Even spieken. Hoe laat is het? We hebben nou gepland als tot 9:30. Ik heb meerdere vragen voorbij zien komen van vrouwen die echt meer dan 10, soms wel meer dan 15 jaar last hebben van overgangsklachten. Ria zegt een paar procent van de vrouwen heeft er last van. Wat zijn de vooruitzichten? Ja, vervelend, hè? Ja. Ja, ik zie het een paar keer voorbij komen hier. Echt vrouwen die echt heel lang er last van hebben. Ja, ja. Wat zijn de vooruitzichten? Ja, wat ik altijd moeilijk vind is wat komt waar vandaan. Maar ik weet inderdaad dat er vrouwen zijn die heel lang van die opvliegers bijvoorbeeld hebben. Ik weet ook vrouwen die, ik heb er een paar in mijn praktijk lopen die gestart zijn met hormoontherapie wat fantastisch werkt en die eigenlijk steeds ouder worden en daar niet meer vanaf willen. Een mevrouw is 67, die gebruikt het nog steeds. Die zegt, ja, de groeten, als ik er weer vanaf ga, dan krijg ik weer allerlei klachten. Ik adviseer dat natuurlijk niet, maar ik snap haar keuze wel. Ik denk meer uitzondering dan regel. Dat is denk ik belangrijk om te weten. En ik denk ook, de paar mensen die ik in de praktijk heb gehad, die dat best wel lang hebben gehad, daar was toch het stressstukje, het cortisolstukje, was een stuk wat heel erg bij hun meespeelde. Dat is natuurlijk niet bij iedereen zo, maar een vrouw die had een baan wat best wel veel van haar eiste. En had niet zo door dat elke dag weer voor stress zorgde. Maar kon dus toen heel duidelijk aangeven, als ik vakantie heb, dan heb ik minder last van die overgangsklachten. Waardoor op een gegeven moment bij haar, de connectie kwam van, goh, heeft het niet ook met het stressstuk te maken? Ja, blijf ook daarbij, ook als je al heel lang hebt, blijf echt naar dat volledige plaatje kijken. Ja, ja. Ja. Even kijken, ik heb hier Sylvia vraagt, hoe komt het dat je met hormoonsuppressie toch door de overgang komt, terwijl je hormonen aanvult? Misschien in de overgang komt, denk ik, Sylvia? Ja, dat snap ik wel, wat ze bedoelt. Ik denk dat ze dat, ja. Ze bedoelt natuurlijk van, ja, dan ga je hormonen geven, dat hoor ik wel vaker. Is dat niet uitstel van executie, hè? Want op een gegeven moment moet je weer stoppen en dan kom je weer in de overgang. Nou, het gaat er vooral om dat
Je moet je voorstellen, zo'n eierstok, die stopt er steeds meer mee. En die gaat op een gegeven moment een beetje haperen. En dan weer wel en dan weer niet. En je probeert eigenlijk dat haperen, zeg maar, probeer je zo soepel mogelijk te laten verlopen door hormonen te gebruiken. En heel belangrijk is dat je niet de pil bijvoorbeeld gebruikt, want dat is anticonceptie, hè, om niet zwanger te worden. Want dat zijn veel te hoog gedoseerd. Oestrogeen en progesteron is te hoog gedoseerd. Dus als je echt de medicatie voor de overgang neemt, zijn dat echt laag gedoseerde hormonen. En je gaat ook proberen zo laag mogelijk te zitten wat nog effect heeft. Dus je maakt eigenlijk een soort zachte landing, hè? Komt het op neer. Dus dat gehaald. In plaats van een crash. Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Gerdien zegt, blijft de vraag bijkomen, dan schiet hij een beetje naar boven. Nou, wat is de invloed op het gebruik van een anticonceptiepil bij de overgang? Tot welke leeftijd adviseert u deze te gebruiken? Ja, ik vind na je 50ste geen plek meer, hè? Ik weet wel dat veel vrouwen denken van nou, de groeten, het gaat nu goed en ik slik gewoon lekker die pil door en misschien bij 55 dat ik een keer stop. Maar ja, dat adviseer ik niet. Waarom zou je onnodige risico's lopen met trombose en nou ja, noem alle risico's maar. Terwijl je gewoon heel laag gedoseerd kan zitten. Dus ik zou echt wel rond je 50, 51 kijken of je langzaam over kan gaan op die lager gedoseerde hormonen. Is dat hetzelfde als met de Mirena-spiraal? Of de Implanon? Of... Ja, dat is een goede. Dat doen we inderdaad vaak in combinatie met de Mirena. Maar Mirena is het progesteron. En dan heb je dus nog wat oestrogeen nodig. Dat oestrogeen is dus wat ik via pleister of via gel of via spray. En dan moet je ter bescherming van het slijmvlies van de baarmoeder, moet je altijd progesteron erbij geven. En dat is of een capsule 's avonds voor het slapen, wat ook nog rustgevend is. Of inderdaad wat je zegt, die Mirena. Hè? Die Mirena is progesteron en dat beschermt dat slijmvlies. Dus ik zie ook veel vrouwen die dat met Mirena combineren. Ja, dus dat kan wel, hè? Ja. Even kijken, Carolien zegt nog, houdt een verhoogd cholesterol in verband met de overgang? Ja, dat zijn weer die hart- en vaatziektes, hè? Die kans op hart- en vaatziektes als dat oestrogeen wegvalt. Dus van ja, essentieel belang, nou ja, heel dat leefstijl, hè? Het eten, bewegen, heel belangrijk. Ja, ja. Ik heb even kijken, mevrouw A, ziekte van Graves op de 23ste, overactieve schildklier, 2 jaar medicijnen jodiumtherapie gestabiliseerd. Cyclus was niet stabiel, maar op mijn 35ste werd het onregelmatiger. Even kijken, bleef weg, de klachten opvliegers. Daar komt er nog een stuk achter. Oké. Het stopt midden in een zin. Ga kijken, het is een soort cliffhanger. Kijken of we dadelijk nog een ander stukje hebben. Volgens mij zag ik het verder op, kwam er nog een stukje. Het is moeilijk om te kijken wat waar vandaan komt. Hè? Zo'n schildklier, als die te snel werkt, zorgt die ook voor hartkloppingen, zorgt die ook voor gejaagdheid. Ja. Dus het is altijd moeilijk wat komt waar vandaan. Het zijn allemaal hormonen wat met elkaar samenwerkt. En en dat is misschien ook weer een mooie naar de volgende vraag. Hè. Ria zegt, bij autisme is prikkelverwerking overprikkeling een probleem. Is het al logisch te veronderstellen dat bij vrouwen met autisme de overgang nog meer moeite hebben? Dus dat de symptomen van autisme lijken te verergeren? Weet ik niet. Dat durf ik ook niet te zeggen. Hij zegt dan ook, of als je depressief bent, moe, andere psychische klachten. Kijk, ik denk wel als je belastbaarheid lager is, kan ik me zomaar voorstellen dat je dus daar wat gevoeliger voor bent. Specifiek is met autisme durf ik ook niet. Nou, die Mirena-spiraal, die hebben we besproken. Als reactie op de intensieve sporten merk ik toename gewrichtsklachten, bekken en knieën. Kan dat ook met de overgang te maken hebben? Ja, dat is moeilijk, want als je dan wil je krachtsport doen, hè? Maar dan belast je die gewrichten weer meer. Want inderdaad, gewrichten, dat heeft echt met overgang te maken. Wat ik al zei, dat vocht vasthouden, dat collageen heeft met oestrogeen te maken. En dus dat zie je dat bij de overgang
ja, dat vrouwen daar meer klachten van krijgen. Dus wat ik steeds meer zie is, nu is eccentrics, dat is ook weer wat nieuws, hè, maar in ieder geval langs zwemmen, yoga, dus wel wat kracht is, maar wat wel wat vriendelijker voor je gewrichten is. Ja. Ja, zeer groot fan van yoga. Dus helemaal goed. Mevrouw A zegt nog, even kijken, dus dat is een stukje zeg maar verder. Sinds 39 gebruikt ze hormoontherapie. Ze is inmiddels 45 en wil eigenlijk gewoon graag toch de femaston graag stoppen. Ja, kan dat. Ze is dus redelijk vroeg gestart. Hè? Dus 39, is inmiddels 45. Ja, natuurlijk, dat kan. Maar ik zou zeggen, waarom niet tot je 50, 51ste door? Omdat dat de gemiddelde leeftijd is. Dat je hormonen ermee op zouden houden. Ja. Maar goed, het kan wel. Na je 40ste kan je stoppen. Maar ja, ik zou het eerder 50, 51... Nog ietsjes langer doorwerken. Ja. Nou, er werd net ook gevraagd, die komt volgens mij verder op. Wat zijn de nadelen van hormoontherapie? Ja. Hangt er vanaf hoe je het gebruikt. Als jij bijvoorbeeld pillen slikt van hormoontherapie. En langer dan 5 jaar. Dus je bent 50 en je gaat bijvoorbeeld bent 56 en je hebt al 6 jaar lang dat je hormonen slikt. Bij alle hormonen die je gebruikt heb je verhoogde trombosekans. En dat is dus wat ik al zei, bij die via de huid is dat eigenlijk te verwaarlozen. Maar ook als je het langer dan 5 jaar gebruikt, vooral het progesteron stuk, is verhoogde kans op borstkanker. En dat is veel lager dan we altijd dachten. Maar ja, wij houden meestal die 5 jaar aan als gynaecologen, dat we zeggen van nou daarna toch proberen af te bouwen. Vaak doen we het al eerder. Dus vaak zeg je 2, 3 jaar hormoongebruik en dan kijken, steeds meer afbouwen hoe dat gaat. Ja. En het is niet, begreep ik eerder van je, de bedoeling dat je stopt, start, stop, start, stop, start. Nee, goed dat je dat zegt, inderdaad. Dat is heel slecht cardiaal en voor die bloedvaten. Want als er dan al een verandering ingezet heeft, doordat die oestrogenen weg zijn. Als je dan weer bijgeeft, dan is het juist gevaarlijk. Maar even praktisch, even advocaat van de duivel. En je denkt, je hebt het 2, 3 jaar gebruikt. Je denkt, volgens mij gaat het wel goed, ik ga stoppen. Maar je merkt dat alles weer in volle hevigheid terugkomt. Wat doe je dan? Want ja, je wil voor die hart en die vaten wil je dan misschien toch niet meer beginnen. Maar ja, je wil eigenlijk ook die klachten niet meer terug. Wat zou je dan adviseren? Maar dat merk je dan denk ik vrij snel. Hè? Kijk, het is niet dat je dan... Ik heb het meer over dat je na een half jaar weer denkt van... ik heb nu toch wel weer last, laat ik weer starten. Ja. Maar als je doet zoals jij zegt, van ik ga eens kijken hoe het gaat. Ja, kan je natuurlijk heel goed weer die dosering... Gewoon klein beetje afbouwen en dan kijken gewoon dus ook daar weer een zachte landing. Ja. Gerlinde vraagt nog, wat is het verband tussen de hevigheid van overgangsklachten en zwangerschap? Zijn ook overgangsklachten anders als je nooit zwanger bent geweest? Leuk. Ja, wat een goede vraag. Ja. Wat wel zo, dat durf ik niet te zeggen. Wat wel zo is, is dat na de zwangerschap is ook een soort overgang. Hè? Na je zwanger, als je net bevallen bent, kelderen die hormonen ook naar beneden. En daar kunnen vrouwen ook soms soort van overgangsklachten krijgen. Maar de associatie met een zwangerschap, met overgang, dat durf ik niet... weet jij wat ze bedoelt, Tamara? Als je nooit zwanger bent geweest, of je dan erger meer overgangsklachten of minder overgangsklachten, of dat uitmaakt? Ja, nee, dat ken ik niet. Ik weet wel dat vrouwen die... Een zwangerschap is een soort stresstest, hè? Dus vrouwen die bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap zwangerschapsdiabetes hebben, suikerziekte of hoge bloeddruk... Dat laat zien dat zij daar gevoeliger voor zijn. Dus dan kan je dus ook na de overgang daar meer klachten van hebben. Dus dat is het wel. Ja. Duidelijk. Hey, Carolien zegt, ik wielren al jaren, veel plezier. Maar inmiddels heb ik minder kracht. Dus krachttraining doe ik om sterk te blijven. Heb ik minder kracht om bijvoorbeeld de heuvel op te fietsen en niet terug. Ik huig als een paard en de kracht vloeit uit mijn benen en verzuring. Is hoog. Wat kan ik doen om dit te verbeteren? Dus het is iemand die wielrent al jaren met veel plezier.
doet al krachttraining. Maar ja, toch merkt ze dat dat wat achteruit gaat. Is er nog iets waarvan je zegt, hé, dit zou ze nog kunnen doen? Ik denk heel goed wat ze doet. Dat ze het gewoon doet. Ja. En ja, dat zou ik koesteren. En dat zou, ja, fantastisch dat ze dat doet. En ja, helaas zit er ook een stukje acceptatie, wat we niet altijd willen. Maar het gaat achteruit. Gaat toch achteruit. En wat zij doet is natuurlijk heel goed, dat ze het toch probeert en toch blijft doen. Dat is natuurlijk het beste. Kijk, als vrouwen zeggen van, nou ja, het lukt toch niet, laat maar zitten. Dan zie je dan nog veel harder achteruit gaan misschien. Ja, ja, duidelijk. Hey, Dineke zegt, kan hormoontherapie ook helpen bij de opgang als je PCOS hebt? Ja, en wat je ook vaker ziet bij PCOS is dat hoe ouder vrouwen worden, dat het op een gegeven moment vanzelf overgaat. Maar inderdaad, het kan ook, het is die veroudering van de eierstokken, hè? Dus dat kan. En Diana zegt, in de 6 jaar na het stoppen van mijn menstruatie geen klachten gehad tot tijdens een langdurige stressperiode opvliegers en gewichtstoename ontstond. Helaas, na de stressperiode, die is dus voorbij gegaan, maar de klachten zijn teruggekomen. Dus met name opvliegers en gewichtstoename. Wat ik nog niet helemaal goed terug kan halen, Diana, is wat je al qua leefstijl al hebt gedaan. Ik kan me zo voorstellen dat daar nog wel winst in te behalen is. Heb jij hier nog iets specifieke? Zie je dit vaker, Ginny? Wat ik wel, dat stress is natuurlijk, daar hebben we het helemaal niet expliciet over gehad, maar dat is natuurlijk een ramp. En als je ook kijkt naar die pathways van die hormonen, hè? Wat wij vroeger geleerd hebben van hoe dat ook weer zat, hoe cortisol gemaakt wordt, hoe progesteron gemaakt wordt, ook allemaal met dat cholesterol te maken, die voorganger, en die wordt dan in allerlei stappen omgezet. Wat je ziet bij stress is dat de weg naar het cortisol, naar het stresshormoon, heeft voorrang op alles. En dat gaat ook ten koste van alles. Dus het lichaam denkt, hey, stress moet overleven. Vindt dan niks meer belangrijk. Dus je huid, je haar. Hoe vaak zie je die terug? Heb jij natuurlijk ook gezien in de praktijk. Hè, dat vrouwen ineens allerlei huidklachten krijgen. Ja. Of ineens stoppen met menstrueren. Ja. Of ineens onregelmatig menstrueren. Als ze in een stressvolle periode zitten. En het lichaam beschermt ook een beetje. Hè, van als je heel veel stress hebt, wil ik eigenlijk niet dat je zwanger wordt. Want dat kan je dan niet aan. Dus ik stop gewoon. Ik laat gewoon geen eisprong meer optreden. Ja. Dat stress en hormonale disbalans, dat heeft zoveel met elkaar te maken. Ja. Dus dat, Ja, echt belangrijk. Soms toch nog weinig aandacht voor, hè? Stress. We hebben veel aandacht voor voeding en beweging. Maar het is zo'n ondergeschoven kindje. Ja. Ik zie, even spieken hoor. Marielle vraagt, wat is het moment dat je naar de huisarts gaat, zeg maar, voor eventuele hormoonsuppletie? Ja, bij klachten. Bijvoorbeeld, opvliegers, dat herkent iedereen wel. Maar bijvoorbeeld, ik heb vrouwen die op een gegeven moment in een cirkel zitten en daar niet meer uitkomen. Dus die slecht slapen, prikkelbaar zijn. Ik moet altijd dat voorbeeld noemen van die vrouw in het verkeer. Die zo kwaad werd dat ze een ruitenwisser doorgeknakt heeft uit woede. En dat ze dacht, nou, ik herken mezelf echt niet. Nee. Ja. Dus het hangt heel erg van je klachten af. En het hangt ook vanaf, sommige huisartsen zijn daarin gespecialiseerd en geïnteresseerd. En andere huisartsen wat minder of niet. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat je het bespreekt. En als je merkt dat je niet verder komt met de huisarts. Je hebt ook overgangsconsulenten bijvoorbeeld. Maar je hebt ook dat je in ieder geval wat verder kijkt. Dus het is fijn als je zelf je klachten al herkent dat het met die hormonen te maken heeft. En dan zoeken naar de goede hulpverlening. Ja. Maar ik geef nu heel veel onderwijs aan huisartsen. Geaccrediteerde opleidingen over de overgang. Ik vind ze heel erg leuk, omdat heel veel dingen ook nieuw zijn. En steeds meer dingen herkennen. Dus ik denk in de loop van de jaren dat er steeds meer oog voor komt. Ja. Ja, ik denk het ook wel hoor. Ik zie er steeds meer interesse over het onderwerp. Hè. Eerst werd er soms
werd er zelfs een beetje lachig over gedaan, werd het niet serieus genomen. Maar ja, gelukkig is er nu echt, is dat zeker wel. Ja. Even kijken, heb je nog een vraag? Kun je boeken adviseren over de Ripstel volgens de Blue Zones? Nou ja, sowieso al mijn boeken zijn helemaal echt gebaseerd op de blauwe zones. En je hebt ook echt een super interessant boek, de Blue Zones Methode van Dan Butler of zo. Ja. Maar als je de Blue Zones Methode intoetst, dan kom je er ook al bij. Dus dat vind ik ook echt een aanrader. Oh ja, en Jacqueline heeft nog een leuke vraag. Die zegt, heeft bloedonderzoek zin om te bepalen of je in de premenopauze bent? Ja, goede vraag. Er zijn veel vrouwen die dat willen. Voor mij heeft bloedonderzoek alleen maar zin als bijvoorbeeld iemand van 40 opvliegers heeft. Of bepaalde klachten heeft. Of stopt met menstrueren. Dat ik denk van, hey, of van 35. Is dit de overgang? Dan prik ik bijvoorbeeld de FSH, follicelstimulerend hormoon. En als die dan heel hoog is, ja, dat is natuurlijk geen goed teken. Want dan is iemand vroegtijdig in de overgang. Als iemand van 50 bij mij komt met overgangsklachten, geeft het mij niet heel veel extra informatie om zo'n FSH te prikken. Omdat FSH ook heel erg kan wisselen per maand, per keer dat je prikt. En dat is ook zo in de periode, want ze zegt voor de overgang. Hè, de periode voor de overgang. Ze hebben vrouwen die zeggen, joh, ik wil weten waar ik sta. Kom ik een paar jaar in de overgang? Hoe sta ik? Ik kan wel kijken met de echo hoeveel antrale follicels, dus hoeveel eitjes er nog zitten in je eierstok. Nou, als daar nog heel veel eitjes zitten, is dat weer anders dan als er bijna niks te zien is. FSH bepalen doe ik dus meestal niet als je al richting de 50 gaat. Maar als dat heel, heel hoog is, ja, geeft dat wel aan dat je richting de overgang bent. En ze hadden ook, er was op een gegeven moment een hype, dat was dat AMH bepalen, antimullerian hormone, om te kijken hoeveel eicellen reserve je hebt. Maar dat wordt vooral bij de fertiliteit, bij de kinderwens gebruikt. Dus in de reguliere geneeskunde wordt, ja, wordt nauwelijks hormonen bepaald. En als het wordt bepaald, zegt het, kan het dus niet jouw antwoord geven van, joh, dit duurt nog 2 jaar of 3 jaar. Nee. Dus eigenlijk niet zo, ja, niet zo zinvol is misschien het varen op de klachten wel veel interessanter. Ja.